De Floriade in Almere krijgt een dopperend bos. De 20 bomen van dit kunstwerk die drijven nu nog in de Rijnhaven in Rotterdam. Omdat die dit voorjaar wordt gebaggerd en gedempt om er land van te maken, leent de gemeente Rotterdam het kunstproject uit aan de Floriade. We hebben contact nu met de bedenker van dat kunstwerk. Dat is Jeroen Everaert. Goedenavond. Goedenavond. Een dopperend bos. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Beschrijf dat eens. Het is echt een bos wat rustig dobbert op het water. Het is naar aanleiding van een kunstwerk wat ik ooit had gezien van de kunstenaar Gorge Bakker. En hij had een aquariumpje gemaakt. En het aquariumpje zat water. Je kent het wel, zo'n guppenbakje. Ja. En in dat bakje dreven iets van 20 dobbertjes met loodjes eraan. Maar het topje was vervangen door een maquetteboompje. En ik was zo onder de indruk. Ik zeg, geweldig kunstwerk. Ja. Ik zeg, dat gaat natuurlijk over onze duurzaamheid en over het klimaat. Hè, van, dat is de stijgende zeespiegel. Ja. En hij keek me aan en zei, het gaat juist over mijn Colombiaanse roots. Geadopteerd door Nederlandse ouders. Dus het gaat bij mij juist meer van, waar ben ik geworteld? Ja. Terwijl ik het juist interpreteerde als die duurzaamheidsvraagstukken. Hoe gaan we dat oplossen met ons groen ook? Uh-huh. En toen nodigde ik hem uit van, joh, ben je geïnteresseerd om echt zo'n bos te maken? En we hebben toen de handen in één geslagen. En hebben als moddership hebben we dat bos gerealiseerd met heel veel partijen. Maar hoe realiseer je een bos dat toch op het water kan drijven? Hoe maak je dat? Ja, dat is eigenlijk veel moeilijker dan we hadden gedacht. Ja. Want het is inderdaad dobbertjes in een aquariumbakje met boompjes erop geplakt. Is veel makkelijker. Nee, we dachten, nou, we gaan zeeboeien regelen. En die zeeboeien gaan we het kopje eraf halen. En in dat kopje aan zo'n eierdopje. En in dat eitje, daar doen we aarde en zetten er een boompje in. Klaar is Kees. Maar ja, dat was dus niet zo makkelijk. Die boeien zonken. Want er kwamen golfjes in. En hoe meer water erin kwam, opeens plonsen ze onder. Dat is te zwaar. Dus, ja, dus toen is er een heel onderzoek bezig geweest met TNO. Maar ook met de Hogeschool van Larenstein in Gelderland. En met de studenten hebben we toen gekeken van wat moeten we nu doen om het bos te laten dobberen. En dat ze niet gaan zinken, maar ook hoe krijgen ze water. En ook hoe zorgen we ervoor dat die bomen niet zeeziek zijn. Ja, kan dat? Ja, dat bleek dus ook te kunnen. En dan zeeziek in de vorm van als het water te hard beweegt, als het te hard waait. Ja. Dan schudden die bomen natuurlijk heen en weer. En dat is niet goed voor ze. En dan schudden. Ja, en dan scheurde die haarworteltjes af. Oh. En die haarworteltjes zorgen inderdaad voor de voeding van de boom. En hoe zorg je ervoor dat die boom zo stevig in die kluit blijft staan, dat die boom blijft leven, hè, of niet zeeziek wordt. Ja. En dus dat was een behoorlijke puzzel die we met de studenten hebben opgelost. Maar goed, kennelijk hebben jullie dus alle problemen die je dan tegenkwam kunnen oplossen. Ja, daar kunnen we waarschijnlijk een uur over praten, hoe dat dan allemaal precies werkt. Maar daar hebben we nu helaas even niet de tijd voor. Maar het gaat dus om echte bomen. Echte bomen. En dat was ook nog eens een zoektocht. Welke bomen zetten we erin? Doen we een den, doen we een spar, ja, een populier en willig? Maar dat bleek dus inderdaad in het Rotterdamse. En ik weet niet hoe het in Almere zal zijn. Maar ik denk het een beetje hetzelfde. In Rotterdam heb je brak water. En brak water, dat betekent dat er ook zout in het zoete water zit. Oh, ja. De zeewater wat naar binnen stroomt tijdens de vloed. Maar dat zoute water, dat brakke water, dat spat op. Dat zijn allemaal hele kleine minuscule druppeltjes waarin zout opgelost zit. En dat daalt neer op het blad. En zodra de zon erop staat, worden die bladeren bruin. En er is maar één boom, of er zijn er misschien wel meerdere, maar echt één boom in onze habitat die daar heel goed tegen kan. Dat is de Hollandse iep. Oh. De Hollandse iep. Dus het is de Hollandse iep geworden? De Hollandse iep, ja. Ja. Goed, die 20 bomen die zijn dus normaal gesproken in de Rijnhaven te zien, althans op dit moment dus nog. Maar daar moeten ze weg en dan gaan ze naar Almere. Hoe is dat dan tot stand gekomen? Nou, we hadden het erover, we hadden tot volgend jaar hadden we de tijd om de bomen neer te leggen. Er komen grootse plannen, hè? Dus ze gaan de haven dempen om daar te gaan bouwen. En ja, we hadden gesprek met Floriade voor andere projecten. Ik zei, ja, het zou toch fantastisch zijn als we dat bos kunnen uitlenen aan de Floriade. Hè? Er komen dadelijk miljoenen mensen naar Almere toe. Dan zou het toch tof zijn als dat bos gewoon nog een tweede leven kan krijgen. Ja, en dat kan wel met een heel mobiel bos. En dobberend bos kan je dus gewoon op de boot zetten. En kan je daar opnieuw in het water
plonzen. Ja, dus we hebben allerlei nieuwe termen. Een dobberend bos, een uitleenbos. Dat is in ieder geval allemaal heel vernieuwend. Is trouwens al bekend waar in Almere dat bos dan komt te dobberen? Ja, op het Floriade-terrein. En morgen ga ik met de collega's van de Floriade kijken waar het bos het beste kan komen te liggen. Want er zijn nogal bepaalde eisen die we moeten voldoen. Ja. Het moet echt diep zijn. Er moet een betonblok op de bodem komen te liggen. Kettingen eraan. Ja. En die boeien moeten kunnen drijven. En op sommige plekken in het weerwater, ja, dan is het misschien maar een meter diep. Nou, daar kunnen ze niet liggen. Dus we moeten gaan kijken waar ze wel kunnen liggen. En dan moet ik het een beetje dicht bij de kant. Want een bos midden op het weerwater is, dat zie je niet. Dat is gewoon een beetje groen in de verte. Dus het moet wel dicht bij de kant liggen. Ja, nou goed, daar gaan we dus morgen naar kijken. Dus daar zullen we de berichten nog wel over horen. En hoe verhuis je zo'n bos? Ze worden uit het water gehesen, deze boeien met bomen. En worden dan op de boot gezet. En er zal een hele tocht van Rotterdam naar Almere gaan plaatsvinden de komende weken. Ja. En dan worden ze uit het water, of uit de boot gehesen en weer in het water gelegd. Dat lijkt me vrij spectaculair eigenlijk nog wel. Ja, het is echt wel met een drijvende kraan. Het is dus echt wel een stuntje wat je gaat zien. Het is echt wel iets moois om naar te komen kijken. Nou, dat gaan we dan zeker doen. Nou goed, de eerste komende tijd zijn jullie hier dus wel druk mee bezig. Ja. En daar hebben we een goede partij voor uit Barendrecht, die dat voor ons doet. Die hebben ook onze bomen en bos neergelegd. Een groen bedrijf, GKB. Maak even reclame. En ja. Daar zijn we heel blij mee dat zij het weer gaan doen voor ons. Ja, ze zeggen bomen moet je niet verplanten. Maar goed, dit kan dus natuurlijk wel. Hè? Nou, wij zijn heel benieuwd. We zullen vast die operatie nog wel gaan volgen. En we zijn heel benieuwd als we het dobberend bos straks kunnen bewonderen in Almere. De bedenker van dit kunstwerk, Jeroen Everaert. Ontzettend bedankt.